Wij hebben een plant-based burger. En die is gemaakt van dry-aged rode biet. Dat is ongeveer hetzelfde systeem als ze doen met vlees. Dat doen ze 12 weken rijpen in een rijpkast. En dat hebben we met de bieten ook gedaan. En dan krijg je hamburgers als dit. Hij ziet er een beetje uit als een biefstukje. En dan hebben we dan een lekker pompoentje nu. Met gerookte espaletpepertjes bij. En als topping hebben we pied de mouton. Dat zijn paddenstoeletjes. Een yuzu-sap gemarineerde rode ui. En dat moet hem worden. Dat moet de prijswinnaar worden voor Limburg. Alsjeblieft. Voor de wedstrijd werden ruim 250 burgers aangemeld. Vervolgens zijn de beste 75 in het geheim bezocht door een jury. De 10 beste staan vandaag in de finale. 5 in de vleesfinale en 5 in de plantaardige finale. Want Franke, die al zijn hele leven beroepsmatig in de keuken staat, merkt in zijn restaurant in Schinopgeul dat de vraag naar vegetarisch en vegan toeneemt. Ik ben zelf eigenlijk fan van vlees. Ik ben echt een vleesman. We hebben een grote houtskoolgrill in onze zaak. Dan doe ik normaal altijd grote ribstukken gedry-age op. En ik had dus ergens iets opgevangen van dry-age bieten. Ik denk, nou, wat gaan we doen? En hebben we dat een beetje geprobeerd, een paar geoefend, hebben we ook heel veel bieten weggegooid. En uiteindelijk zijn we tot dit product gekomen. En zoals de jury zei net, als je niet zegt dat het een biet is, denk je dat het vlees is. Dus heb ik mijn doel bereikt eigenlijk. Franke merkt dus dat de jury enthousiast is over zijn bietenburger. Zo ook de bekende Limburgse sterrenchef Servet Tielman. Zeker de structuur van de dry aged biet, dat doet je echt denken aan het eten van vlees. Je proeft natuurlijk wel bietensmaak en zoet. Maar het heeft heel veel associaties met roodgebakken vlees. Dus ja, heel, heel bijzonder. En ook de rest van de jury is zeer te spreken over de bietenburger. Want Franke pakt uiteindelijk de eerste plaats. Super, ja. Helemaal blij. Nummer uno. Heb je nog voorraad? Ja, ga ik vannacht beginnen mee. Eerst een biertje drinken en vanavond gaan we de voorraad werken. Ja.